Welkom bij Wetenschap 101. De oude paus Benedictus heeft zich teruggetrokken op Castel Gandolfo. En met zijn nieuwe huis is iets bijzonders aan de hand. Want het heeft namelijk witte koepeltjes. En als je goed kijkt, zie je dat dat kleine sterrenwachten zijn. En nog opmerkelijker, het Vaticaan heeft een serieuze telescoop in de Amerikaanse staat Arizona. Nu staat het Vaticaan niet echt bekend om zijn interesse in beta-wetenschap. Maar enige belangstelling voor sterrenkunde gaat al heel ver terug. En in ieder geval tot de 16e eeuw. Want toen zat de katholieke kerk in zijn maag met het feit dat de kalender steeds verder uit de pas liep met het astronomische jaar. Een zonnejaar duurt namelijk net iets langer dan 365 dagen en daarom was voor elk vierde jaar een schrikkeldag ingepland. Maar dat was eigenlijk net iets te veel en daardoor liep tegen de 16e eeuw de kalender zo'n 10 dagen achter op de zon. Dus het begin van de lente, als de zon recht boven de evenaar staat, viel meestal een dag of 10 eerder dan de traditionele datum van 21 maart. En dat was een probleem, want het begin van de lente is belangrijk voor de berekening van de datum van Pasen, de belangrijkste christelijke feestdag. Maar dat werd opgelost door die kalender 10 dagen op te schuiven en het aantal schrikkeldagen iets te reduceren. Maar daarvoor waren voor die tijd serieuze astronomische berekeningen nodig. Nou, waarom het Vaticaan nu nog steeds een observatorium heeft, dat hangt volgens de roddels samen met een affaire van een paar decennia later rond de geleerde Galileo Galilei, die achteraf gezien geheel onterecht werd veroordeeld omdat hij zei dat de aarde om de zon draaide. Terwijl de katholieke kerk nog heel lang vasthield aan het oude idee dat de aarde onbewegelijk in het midden van de kosmos stond. Nou, inmiddels ziet de kerk in dat dat een grote vergissing was en naar het schijnt hoeft de directeur van het observatorium, als er bezuinigingen dreigen, maar te fluisteren: Galileo. En dan krijgt hij weer al het geld dat hij nodig heeft. Volgens de roddels.